Van harte welkom bij deze nieuwe reeks video's van het Soul Songwriters Gilde. We hebben afgelopen anderhalf jaar al ontzettend veel video's uitgebracht die vooral gingen over songwriting. We hebben liedjes geanalyseerd, we hebben het over teksten gehad, zang, theoretische onderdelen van het songwriten. En nu gaan we het hebben over dat gedeelte wat ook zo ontzettend belangrijk is en wat je liedje natuurlijk echt afmaakt. En dat is het opname- en het productieproces. Nou, je maakt natuurlijk thuis een liedje op piano of op gitaar en vervolgens kun je daar van alles mee. Nou, er zijn mensen die daar dus ontzettend veel van afweten. En zo iemand zit hier nu naast mij en dat is Karel J. Schepers. Karel gaat ons helemaal aan het handje nemen van begin tot eind. Ja, eigenlijk alle dingen die er bij opnemen horen en bij produceren horen, gaan we proberen uit te leggen. Laten we beginnen. Ik kom bij jou zitten bij je computer, ja. Want daar komen we toch op uit. En dan gaan we eens kijken waar we terechtkomen. Oké. Karel. Ja. Kun je misschien iets leuker wel dat mensen weten wie ze dan voor hun neus hebben? Kun je in het kort uitleggen wie jij bent en wat je doet? Ik ben Karel J. Schepers. Althans, dat was mijn artiestennaam dan voor een paar jaar. En nu ben ik eigenlijk me volledig gaan focussen op het schrijven van liedjes en ook het produceren van liedjes. Dus ik heb hier een prachtige studio in huis waar ik heel blij mee ben en waar ik heel veel werk in schrijf voor allerlei verschillende artiesten. Dat kan ook niet zo verschillend genoeg zijn, vind ik hartstikke leuk. Oké, en dat gebeurt allemaal hier gewoon in jouw home studio in Zwolle? Ja, oké, zeker. Om maar meteen even naar het uiteindelijke ding te gaan. Een demo, want daar begint het over het algemeen mee. Ja. Wat is precies een demo? Nou, we kennen allemaal de record-functie op je iPhone, waarmee je even simpel een liedje of een ideetje kan inzingen. Daartegenover staat dan eigenlijk het eindproduct, wat het label of jezelf gaat uitbrengen op Spotify te horen gaat zijn. Maar er zit eigenlijk ook nu iets tussen en dat is een demo. Dat is al best wel lang, maar tegenwoordig is het heel makkelijk om dat zelf in huis te maken. En wat het eigenlijk is, al een iets uitgebreidere versie van het liedje wat je geschreven hebt. En je wilt eigenlijk al zo, bijna dicht bij het eindproduct al kunnen horen. Hoe wil ik dat het liedje klinkt? Wat is het arrangement? Dan kun je er allemaal in kwijt. En dan kun je zo ver in gaan als je wil. We gaan het simpel houden vandaag. We gaan de basis uitleggen van hoe dat in zijn werk gaat. En een demo is heel prettig ook, vind ik, om zelf weer eens even naar je liedje te luisteren. Zonder dat je het dus zelf hoeft te zingen of te spelen. Dus je kan eigenlijk voor de eerste keer al vrij gauw het liedje ervaren alsof het, alsof je het hoort. En je kunt wat meer kanten op dan wanneer je het alleen maar even met je telefoon opneemt. Ja. Goed, dat is een demo. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, voor het maken van zo'n demo kan ik me voorstellen, heb je niet alle materialen, apparatuur gelijk al in huis. Maar met een handjevol kun je toch al een heel eind komen. We hebben bijvoorbeeld zelf al vaak wel een oortjes of een koptelefoon in huis. Dat is eigenlijk al één. Okay, je wil dus iets koptelefoon? Ja, of speakers. Dus je wil eigenlijk gewoon even simpelweg iets waarop je de muziek kan afspelen. Je hebt een laptop of een computer nodig. Dit kan een Windows of een Mac zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Per soort computer gaan we ook even erin duiken. Wat is dan bijvoorbeeld een software die je kan gebruiken? Je hebt dus software nodig uiteindelijk. Een interface, dat kan voor mensen nieuw zijn, is eigenlijk, we hebben allemaal wel een kabel inputje voor je headphones in je laptop of zo. Het is eigenlijk een uitgebreidere versie van dat die het mogelijk maakt dat je ook een microfoon kan aansluiten op die software in je programma. Ja, want je kan een microfoon niet zomaar in je laptop stoppen. Precies, en dan heb je geen gaatje meer over voor de koptelefoon, et cetera. Dus daar is een interface handig voor, onder andere. Een tussenapparaatje. Ja, een geluidskaart, extra geluidskaart. We hebben een microfoon nodig. Best wel logisch. Ja. Iedereen weet wel wat een microfoon is. Maar er zijn ook weer verschillende soorten microfoons. Dus gaan we ook vandaag nog even induiken. Kabels. Ja. We hebben toch een. Ik haat kabels. Ik haat de spaghetti op de vloer. En ik heb het ook overal liggen. Maar we hebben ze nou eenmaal nog nodig. Ja, moeten er dus wat dingen aangeschaft worden? Ja. Maar daarmee kun je natuurlijk wel alles zelf. En heb je misschien ook weer minder andere mensen nodig om je te helpen. Of om die je weer ook moet betalen of zo. Zeker. Ja. Ik denk van alle kanten is het die investering wel waard. Plus er zijn zoveel verschillende gradaties van hoe ver je kan gaan met het kopen van dat soort apparatuur. Ja. Het is gewoon heel handig om het te hebben. En heel erg leuk ook. Dus los van het praktische gehalte is het ook een manier om, Als je artiest bent en je wil ook je eigen sound ontdekken, om je eigen pianoklanken uit te zoeken of wat kan ik allemaal met mijn stem doen eigenlijk tegenwoordig,
dat ook terug te horen. Je leert ervan, want je hoort je eigen fouten 10 keer sneller dan alleen maar met opnames crappy van een opname of zo. Of van een live uitvoering of zo. Dus ja, ik geloof echt dat je er beter van wordt. Ja, het is ik denk ook wel echt deel van je artisticiteit, toch? Dat je hebt je liedje, dat is één. Ja. En vervolgens ga je nadenken over wat wil ik daar nog meer mee. Ja, en zeker. Dat is natuurlijk, je maakt dat schilderijtje af, zeg maar. Ja, en ook richting andere muzikanten / producers kom je toch nog in een studio. Je weet ook waar je het over hebt op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat over dat soort keuzes. Stel, ik wil beginnen met opnemen en produceren. Dat is natuurlijk een enorm oerwoud aan apparaten waar je dan in belandt. Heb jij tips over welke opties er zijn? Ja. In verschillende prijskategorieën misschien ook? Ja, die heb ik. Dan kom je eigenlijk in twee categorieën moet je dan de keuze maken. De een is misschien meer soundtechnisch of handig. En dan heb je natuurlijk de prijsklasse. Dus je wil misschien even wat meer in de basis gewoon beginnen. Je wil iets goeds hebben. We zullen zorgen dat er in de omschrijving gewoon een aantal voorbeelden staan van microfoons, interfaces die in mijn ervaring gewoon heel goed werken voor zijn geld. En misschien ook een beetje makkelijk te gebruiken zijn als je begint. Ja. Zou ik dan wel weer fijn vinden. Ja, zeker. Als je nou ook de keuze hebt tussen een Windows en een Mac die je al in huis hebt, dan zou ik bij voorbaat al zeggen, ga eerst eens met die Mac. En als je dat niet leuk vindt, ga dan met Windows. Oh, dat is mijn persoonlijke tip. Laten we beginnen met microfoons. Ja, tof. Ja. Wat zijn goede opties? Bij microfoons hebben we het vaak over dynamische microfoons en condensatormicrofoons. Dynamische microfoons zijn microfoons die van dichtbij geluid opvangen. Dat is vooral handig op een podium. En de condensator daarentegen pakt al het geluid gedetailleerd van de omgeving op. Mijn eerste condensatormicrofoon, want dit is dus een microfoon waarin je graag in de studio mee wil werken voor bijvoorbeeld zang. Omdat hij al het hoog, al het laag, hij pakt alle smakjes op. Dan kun je later altijd nog beslissen wat ga ik wel gebruiken of niet gebruiken. En welke is dit? Dit is de Röde NT1A. En deze zat volgens mij echt in zo'n groot pakket ook. Kreeg je alles erbij, inclusief kabels. Dus dit is sowieso een hele goede in combinatie met een mooie interface. En wat voor prijskategorie ongeveer zit ik 180 of zo had ik hem voor. Net iets onder de 200. Heb je gewoon nog goed werkende basic. En dan kan je ook prima een gitaar mee opnemen. Maar die zul je misschien ook rechtstreeks doen. Maar eigenlijk is dat ook wel een leuke van ga ik dingen die ik in kan prikken, liever inprikken dan met de condensatormicrofoon. Ja. Ik zou akoestisch vind ik veel mooier als het natuurlijk klinkt. En met inprikken in de interface krijg je toch een beetje een gek effect. Dus dit soort microfoons voor dat soort instrumenten zijn gewoon te gek. Oké, we hebben wat verschillende opties qua microfoons. Ja. Dan heb je het over interfaces. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Is een interface hetzelfde als een geluidskaart? Ja, eigenlijk wel. Het is een externe geluidskaart. Met wat foefjes hier en daar nog extra eraan, zeg maar. Dit was een van mijn eerste interfaces. Ja, we gebruiken hem nu letterlijk voor mijn zang. Hier staat Logic ook aan. Dus we zijn hier ook as we speak aan het opnemen. Ja. Maar daarom had ik hem nodig. Dus ik heb die eruit de kast getrokken om... En dit is de Complete... Dit is Audio 6. Ja, Audio 6. Complete Audio 6. Dit is van Native Instruments. Hierin is zo'n wijde markt. Ik denk dat het vergelijkbaar is met de hoeveelheid telefoons die beschikbaar zijn. Zo heb je ook overal weer... Ja, maar er zijn er wel een paar geluidskaarten die ik extreem veel. De Focusrite zie ik veel voorbij komen. Ja. Die rode en die soort, precies. Dus wel leuk om dat ook even op een rijtje te zetten. Ja, zeker. En ik denk dat je voor rond de 200, 250 euro heb je sowieso al een hele goede interface waarmee je ook vaak stereo al kan opnemen. Dit soort microfoons, dus die condensatormicrofoons, hebben 48 volt nodig. Dat heet Phantom Power. Dus als je dan ook in combinatie met een condensatormicrofoon wil werken, dan zou ik zeker aanbevelen daar goed op te letten bij het kopen van een interface. We hebben de mic, we hebben de geluidskaart of de interface. Software. Hangt er dus een beetje vanaf wat voor computer je hebt. Heb je een Apple, dan kun je denken aan Logic. Dat gebruik ik, dat vind ik heel fijn. Je hebt ook Pro Tools. Dat is iets meer een programma voor in de grote studio's, hè, om ook veel grote bands misschien tegelijk op te nemen. Het kan alsnog heel fijn zijn om wel zo'n programma te hebben, want kom je een keer in zo'n studio of zit je in een bandje waarin je denkt, oké, wij gaan veel live opnemen. Het is toch fijn dat je zelf ook zo'n programma leert kennen. Mm-hmm. Windows. Je vergeet nog trouwens, want dat weet ik dan weer. GarageBand natuurlijk. Ja, je hebt Ableton.
En sommige softwares, weet je, Fruity Loops bijvoorbeeld, is eigenlijk een software weer meer voor de dance. Dus je hebt ook wel, Ableton is ook meer voor DJ's die tegelijkertijd een beetje produceren en live performen, zeg maar. Dus er zijn ook softwares die wat meer misschien in jouw muzikale vaarwater liggen, zeg maar. Ja. Pro Tools en Cubase is denk ik wel voor de meest gebruikt, toch? En Logic ook wel. En Logic, Logic ja, is ja, denk precies. ik, als ja. je dan moet kiezen, als je een Apple computer hebt, tussen Logic en Pro Tools. Ik denk dat als songwriter, als je ook echt songwriterend liedjes wil gaan produceren, ja. is Logic echt wel je grootste vriend, denk ik. Deze softwares noemen wij overigens DAW. D-A-W. En dat staat voor, was het ook weer? Had het opgeschreven? Digitaal audiomontagesysteem, maar dan in het Engels Digital Audio Workstation. Oké, dan zegt het dus heel overtuigend en niet met Google op de achtergrond. Nee, precies. DAW staat voor Digital Audio Workstation. Nog een keer. Digital Audio Workstation. Nou, kabel spreekt een beetje voor zich. Voor je microfoon heb je een XLR-kabel nodig. Dat is zo'n eentje met drie met van die drie gaatjes. Van de pootjes. Aan de ene kant en dan drie gaatjes aan de andere ja, kant. Ja, zeker, zeker. En als je een elektrische gitaar of basgitaar wil bespelen, of misschien je keyboard in moet prikken. Check je. Ja. Overigens, tot slot, dit kan een leuke toevoeging zijn, mocht je nou ook een beetje toetsen bespelen, een MIDI-plankje erbij. Hiermee kun je namelijk de zogeheten software instruments, hier kun je zelfs een drumstel mee inspelen. Als je dat hebt, sluit je gewoon aan met de USB ook aan je laptop en computer. Hetzelfde met die geluidskaart. Dus die gaat via de USB of Thunderbolt, wat heb je, gaat die je computer in en werkt dan wel piepfijn. Nou, het lijkt me helemaal duidelijk. We hebben eigenlijk, het is gewoon even een kwestie van een beetje sparen, een beetje investeren en dan kan je aan de slag. Ja. Nou, dat gaan we in de volgende aflevering ook doen. We gaan de computer induiken en kijken hoe we een demo kunnen gaan opnemen.